Voor iedere ondernemer komt vroeg of laat het moment om zijn bedrijf te verkopen. Het zou natuurlijk prettig zijn als u daar een leuk bedrag aan overhoudt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de onderneming op een gedegen manier verkoopklaar worden gemaakt. Een proces waar de nodige tijd in gaat zitten en waarbij veel geregeld moet worden. Wat er zoal komt kijken bij het verkoopklaarmaken van de onderneming bespreken we met Martijn Kroon. Hij is adviseur bij De Zaak en gespecialiseerd in bedrijfsovernames. Martijn, welkom in de studio. Dankjewel Marcel. Allereerst, een bedrijf verkopen waar je jarenlang met ziel en zaligheid voor hebt gewerkt. Dat lijkt me geen eenvoudige beslissing. Nee, inderdaad. En daarom adviseer ik ook altijd aan de ondernemers om voor zichzelf 3 vragen te beantwoorden. Punt 1. Waarom wil je bedrijf verkopen? Wanneer wil je bedrijf verkopen? En aan wie wil je bedrijf verkopen? Als je deze vragen voldoende hebt beantwoord voor jezelf, dan weet je waar je aan toe bent en wordt het vervolgtraject een stuk eenvoudiger. Oké, je zei dat men met name moet nadenken over waarom de onderneming te verkopen. Ik neem aan dat de meeste ondernemers hun bedrijf verkopen als ze met pensioen gaan. Ja, dat kan, maar er zijn ook nog andere redenen te bedenken. Bijvoorbeeld dat de onderneming te groot is geworden voor de ondernemer. Of dat de ondernemer er helemaal geen zin meer in heeft. Maar er zijn ook nog minder leuke redenen. Bijvoorbeeld ziektes, financiële problemen, overlijden of echtscheidingen. Oké, helder. Maar hoe lang duurt het nou gemiddeld om een bedrijf verkoop klaar te maken? Nou, dan moet je toch denken aan 3 tot 7 jaar. Dat klinkt behoorlijk lang. Ja, maar die tijd heb je ook echt nodig. Vooral als je de juridische structuur van je onderneming wil gaan aanpassen. Het probleem is dat ondernemers vaak veel te laat beginnen met verkoop klaarmaken van hun onderneming. Daardoor zullen ze waarschijnlijk een lagere opbrengst krijgen en gaat het verkooptraject een stuk langer duren. In principe moet je moet waarde gaan toevoegen aan je onderneming en hem verkoop klaarmaken. En dat kost gewoon tijd. Oké. Je zei dat je zeker de tijd moet nemen als je de juridische structuur van de onderneming wilt aanpassen. Wat houdt dat precies in? Nou, op het moment dat je je onderneming gaat verkopen, dan wil de fiscus daar ook van mee profiteren. Stel, je hebt een eenmanszaak of een VOF. Dan zul je over de verkoopopbrengst het progressieve IB-tarief moeten betalen. Dat kan 52% zijn. Heb je enkel een BV, dan zul je het AB-tarief moeten afrekenen. Daarom is het verstandig om je structuur aan te passen, zodat je dit kunt voorkomen. Stel, je hebt een holding en een werkmaatschappij. Op het moment dat je de werkmaatschappij verkoopt, komt de opbrengst in de holding. En zolang het geld in de holding blijft, hoef je er niet over af te rekenen. Aha, zo werkt dat dus. Ik neem aan dat de fiscus hier wel voorwaarden aan verbindt. Ja, natuurlijk. Er geldt een voortzettingseis van 3 tot 6 jaar, afhankelijk van de structuurwijziging. Het moet namelijk niet zo zijn dat je snel je structuur gaat aanpassen om belasting te ontwijken. Nee, exact. Oké. Je gaf onder andere ook aan dat je waarde moet blijven toevoegen aan de onderneming om zo'n hoog mogelijke verkoopopbrengst te realiseren. Dat lijkt me heel logisch, maar hoe doe je dat? Nou, je moet aan een aantal zaken denken. Zorg in ieder geval dat je niet te belangrijk bent voor je eigen onderneming. Ga sturen op kaststromen, beperk de risico's en schoon je balans op. Dat is een hele mond vol. Laten we beginnen met er een paar uit te halen. Ja. Het sturen op kaststromen, wat is dat? De waarde van de onderneming wordt onder andere bepaald door toekomstige kaststromen. Heel simpel gezegd, zorg ervoor dat er zoveel mogelijk geld inkomt en zo weinig mogelijk geld uitgaat. En hoe doe je dat dan? Nou, door een aantal zaken. Ten eerste, blijf acquireren. Zorg dat je omzet op peil blijft. Kijk naar je kostenstructuur. De debiteurbeheer is ook een aandachtspuntje. Zorg dat je debiteuren sneller betalen en probeer zoveel mogelijk leverancierskrediet te regelen. Je had het ook over het verminderen van risico's. Mm-hmm. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, risico's heeft ook invloed op de waarde van je onderneming. Zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van één product of één dienst. Zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van een beperkt aantal klanten of van één leverancier. Je zei net nog iets opvallends. Een ondernemer moet er eigenlijk voor zorgen dat hij niet meer belangrijk is voor de onderneming. Wat bedoel je daar eigenlijk precies mee? Nou, wat je vaak ziet bij kleinere bedrijven is dat de ondernemer het gezicht is van het bedrijf. Hij heeft toegang tot de cruciale bedrijfsinformatie. Wat wij dan eigenlijk zeggen is, de vent is meer waard dan de tent. Zorg ervoor dat de klanten niet alleen aan jou hangen. Spreid ook de kennis onder je personeel. Eigenlijk op het moment dat je op vakantie kunt gaan, voor 3 weken zonder telefoon, heb je dit op orde. Oké, dat is helder. Het lijkt me ook handig dat de koper de boel een beetje netjes aantreft als hij op de eerste dag gaat ondernemen in zijn nieuwe onderneming. Ja, dat klopt. Heel veel ondernemers hebben de neiging om op het moment dat zij de verkoopsluit hebben genomen niet meer te investeren in hun bedrijf. Zorg dat je blijft ondernemen. Zorg bijvoorbeeld dat de klanten blijven komen. Blijf acquireren. Zorg ervoor dat de machines nog goed op orde zijn. Aan de andere kant, ga niet als een gek investeren in nieuwe machines, want dat is weer slecht voor je kaststroom. Nou, duidelijk verhaal Martijn. Ik heb al jouw adviezen te harte genomen en ik heb mijn bedrijf helemaal verkoop klaargemaakt. Maar waar vind ik een koper? Nou, de koper is vaak dichterbij dan je denkt. Kijk bijvoorbeeld naar je eigen personeel. Misschien loopt daar een kroonprins rond die heel graag jouw bedrijf wil gaan voortzetten.
Maar denk ook eens aan concurrenten of aan leveranciers of aan klanten. Daarnaast bestaat ook nog een website genaamd de Ondernemingsbeurs, waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht wordt. Neem daar ook een kijkje. Oké, nou hartstikke mooi. Martijn, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Bij het verkoopklaarmaken van een bedrijf komt dus het nodige kijken en er gaat de nodige tijd in zitten. Ga uit van minimaal 3 jaar. Begint u te laat, dan zal de verkoop van uw bedrijf waarschijnlijk minder opbrengen. Voor een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst is het zaak dat u waarde toevoegt aan uw bedrijf. Blijf dus investeren. Zorg voor nieuwe klanten, scherp uw debiteurenbeheer aan en beperk risico's, zoals afhankelijk zijn van een gering aantal grote klanten. Wilt u een persoonlijk advies over uw situatie? Neem dan contact op met Martijn Kroon of een van zijn collega's. Maar kijk ook een keer op de website www.ondernemingsbeurs.nl. Daar komen vraag en aanbod over bedrijfsoverdracht bij elkaar samen. En vindt u specialisten die u kunnen bijstaan als u overweegt uw bedrijf te verkopen. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.